In Wageningen sluiten veel winkels en er komt horeca voor terug. Wat vindt u ervan? Gemixte gevoelens. Aan de ene kant, ja, qua denk ik zeker horeca kan er nog wel iets bij komen. Qua winkels, ja, zonde. Want ik denk dat steeds meer mensen daardoor naar Arnhem en Nijmegen zullen vertrekken. En voor Wageningen kan het best wel positief uitpakken, denk ik. Als er gewoon toch wel wat winkels ook blijven. Heel eerlijk gezegd is mij dat nog niet zo opgevallen. Ik woon hier nog maar pas. Dus ik zie het verschil nog niet zo goed. Ja, ik heb inderdaad, ik vind het een leuke winkelstraat. Maar ik ga ook graag naar een horecagelegenheid. Want je moet naar andere plaatsen uitwijken om te gaan winkelen. En ja, hier is niet veel meer. U bent Wageningse? Ja, klopt. En hoe heeft het de afgelopen jaren achteruit zien gaan? Ja, er gaan elke keer winkels weg. En dan komen telefoonwinkels of brillenzaken komen ervoor terug. Nou, dan heb je ook niet veel aan. U winkelt zelf nog wel graag in Wageningen? Nou, liever Veenendaal of Arnhem of Nijmegen. Dus hier is weinig. Nou, ik vind het eigenlijk een gemiste kans. Want kijk, alles wordt via internet besteld. En je hebt geen persoonlijk contact meer met de winkelier. En ja, horeca is er genoeg. Je kunt overal heen. Dus dat hoeft niet per se hier in Wageningen te zijn. Dus ja, ik vind het eigenlijk een beetje belachelijk. Oh, ik vind horeca ook wel gezellig. Maar winkels ook wel. Het is jammer dat ze dicht gaan. Op dit moment hebben we een hele fijne winkelstraat. En eigenlijk als je dat gaat vervangen door allerlei horecagelegenheden, moeten mensen steeds verder om nog dingen te kunnen winkelen. Zoals bijvoorbeeld, ik kom net van een boekenwinkel om een cadeautje te kopen. En het is lastig genoeg om echt goede dingen te vinden. Dus als steeds meer boekenwinkels zoals dit weggaat, of andere winkels ook, dan hebben we dadelijk niks meer over. Ik vind dat beter dan dat er leegstand is in Wageningen. Want je ziet er bijvoorbeeld in Renkum, dat is het halve dorp zo leeg. Dat trekt geen publiek meer dan. Liever horecagelegenheden die dus wel, hoe zeg je dat, voor zorgen dat ze niet failliet gaan, zodat we niet allemaal lege winkels hebben. Want dat wil je natuurlijk ook niet. Dus het is een beetje een lastig ding. En dat krijg je gewoon met internet winkelen, wat gewoon ontzettend makkelijk is. En daar ben ik ook schuldig aan, hoor. Ja, we hadden het er net over. We liepen hierin. Ik zei van nou, even kijken of er nog ergens wat te beleven is. Maar Noor zei, er is in Wageningen toch helemaal niks te beleven. Ja, je hebt hier niks, hè. Maar daar is de Wageningen denk ik ook te klein voor. Dus het is wel goed zo? Ik vind het wel goed zo. Ik vind het wel gezellig. Ja, oh. Iets meer uitgaansgelegenheid voor de jongeren vind ik wel fijn. Zou fijn zijn. Dus ik kom hier graag. Ik kom hier mijn boodschappen doen. Ik kom naar Kniphorst. En ik zie dat ook gebeuren. Ik denk van ja, het is de mensen hun eigen schuld. Want ze kopen alles op het internet. En dus dat soort winkels gaat dicht. En die horeca, ja, dat is me nog niet zo opgevallen hier in de Hoogstraat eerlijk gezegd. Het valt me wel op. Ik ga iedere dinsdag naar mijn kleinkinderen in Amsterdam. In Amsterdam is het verschrikkelijk, de horeca-uitbreiding. Het is alleen maar horeca bijna. Nou, ik vind eigenlijk dat er genoeg horeca is. Dus voor mij hoeft het niet. Maar ja, zeg je nou wat moet voor in de plaats komen? Zou ik het ook niet weten, hoor. Ja, ik denk in het studentenleven is dat sowieso ook wel jammer. Want we hebben hier een soort van bloeiende straat nodig in Wageningen. Wageningen zelf is ook gewoon best wel een klein stadje. Dus daar heb je ook wel iets nodig waarin het leuk is om naar buiten te gaan, zou ik zeggen. Het is wel jammer inderdaad dat er dan dingen verdwijnen. Er kunnen best wel wat meer wat kledingwinkels bij. Het is nu tegenwoordig allemaal kappers die voor in de plaats komen. En kappers hebben we al zat. Ja. Ja, het laatste is er ook weer een nieuwe kapperszaak geopend hier aan het eind van de straat. Dan denk je van alles wat weggaat. Volgens mij zit er in deze straat al iets van 4 kapsalons. Dus dat is alleen maar heel populair blijkbaar. Maar ik vraag me af of dat ook wel rendabel is. Maar wij hebben liever gewoon leuke modezaakjes, boutiquejes. We komen zelf ook een beetje uit de middenstand. We hebben zelf ook altijd de winkel gehad. En ja, we zien het allemaal met ledenogen aan gebeuren. En de deskundigen zijn er niet over eens nog hoe ze dat nu aan gaan pakken. Ik denk dat er moeilijk een oplossing voor te vinden zal zijn. Gezien al die internet... mensen waar veel gekocht wordt, helaas. Vooral de jongere mensen. Ik heb liever dat er weer andere winkels in komen. En wat kleinschaliger in plaats van die grote ketens. En heeft Wageningen niet meer kleinschalige winkels dan andere steden in de omgeving? Dat is de reden dat wij hier zijn gekomen. We zien bijvoorbeeld bij Arnhem en Nijmegen. En dat wij daar, ja, dat zijn eigenlijk de grotere ketens actief. En hier zie je toch de kleinschalige ondernemers een plekje krijgen. Amsterdam, Arnhem, Utrecht, overal gaan winkels dicht. Helaas. En dat vind ik wel heel erg jammer natuurlijk. Want ja, ik ben nog wel van de generatie van het winkelen. Hè?
En internet heeft natuurlijk een grote vlucht genomen. Dus ja. En de horeca, ja, weet je, dat is nou één keer zo. Ik vind het heel jammer. Er gaan weinig mensen nog echt op stap om te winkelen, toch? We lopen in de winkelstraat. Mag ik vragen wat je hier doet dan? Winkelen. En eten en drinken, lekker. Nee, hij heeft een korte broek nodig, dus gaan we even kijken. Daar is weinig voor te vinden. We zitten al de hele straat af te zoeken, maar we hebben pas 3 winkels gehad waar wat was. Tot nu toe hebben we nog weinig gevonden. Dus er zijn wel winkels, maar je kunt niet vinden wat je zoekt? Nee, precies. En daarom, ik denk dat wat hij zei van online kan je nu heel veel vinden. Daarom denk ik dat veel minder mensen naar de winkels gaan. Dus ik denk dat eigenlijk voor de winkels ook best wel slecht gaat deze tijd. Dus daarom, ik denk dat daar een beetje wordt opgevuld met de horeca. Maar dat vind ik zelf minder in de winkelstraat. Maar eromheen vind ik het op zich wel een leuke opvulling. Maar hier bijvoorbeeld, als we staan naast een lege zaak. Als hier horeca moet komen, nou, we hebben hier al zat eetentjes. Dus niet in de winkelstraat, daar heb ik liever gewoon normale winkels. Pas als het misschien weg is, achteraf zeggen ze ja, het moet toch maar weer worden zoals het was. Dat zie je vaak gebeuren, het is ook een beetje een golfbeweging. Maar het is een trend die in heel Nederland gangbaar is. Dat komt door het internet, hè, de verkoop. Het is sowieso jammer als er panden leeg komen te staan. Dus ik denk dat het wel goed is om winkelpanden op te vullen. Maar het is wel heel jammer als juist die kleine winkels veranderen. Want juist hè, die kleine winkels, die zijn leuk. Daarvoor ga je naar het centrum. En een grote winkel of heel veel horeca is eigenlijk allemaal hetzelfde. Dus juist de unieke winkels, ik denk dat dat is wat mij trekt naar het centrum. Dus het zou jammer zijn als dat weggaat. Als je echt gaat shoppen, ga je dan naar Wageningen? Echt gaat shoppen niet, maar juist als ik voor iets kleins op zoek ben of iets bijzonders, dan vind ik dit dan wel fijn omdat het en in de buurt is en omdat er nog wel relatief veel kleine winkels zijn. Terwijl juist ja, al die grote modeketens, ja, die kan je in principe overal vinden. Dus daar hoef je hiervoor niet te komen. Steeds meer mensen doen hun boodschappen online, dus ik denk dat dat prima is op dit moment. Het is alleen wel jammer natuurlijk dat er veel van die specifieke zaakjes verdwijnen, waardoor je niet meer bepaalde producten kan kopen. Bijvoorbeeld deze heerlijke biologische zuivelspread, die is dan niet meer te verkrijgen. Dus ik denk dat het goed is als de gemeente bijvoorbeeld wat subsidies beschikbaar stelt voor deze kleinere zaakjes. Waarom zie je er zo bijzonder uit vandaag? Dit is mijn vrijgezellenfeestje vandaag, ja. Ja, dus vandaar dat ik er een beetje bijzonder uitzie op de camera waarschijnlijk ook voor iedereen. Dus, Dit is niet je dagelijkse outfit? Nou, af en toe doe ik het wel eens. In de nacht dan loop ik er ook wel zo bij, maar dat weet gelukkig niemand. En helemaal mijn vrouw niet, dus dat, ja.